De eerste en de laatste regel van het evangelie van vandaag zijn bijna identiek. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. De eerste regel voegt Jezus daar iets aan toe, waardoor het als het ware nog duidelijker wordt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. En als we kijken naar Jezus' liefde, dan is dat de liefde tot op het kruis. De liefde voor de vijand. Het zich totaal geven tot het uiterste toe. Jezus zegt, ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. Omdat ik u heb meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Een dienaar, zeker in Jezus' tijd, had een zekere afstand ten opzichte van zijn meester. Een meester vertelde aan zijn dienaar natuurlijk niet alles. Hij was immers maar een dienaar die voor hem moest zorgen, een slaaf. Zeker niet zijn meest intieme geheimen. Die vertel je alleen aan een vriend. En nu noemt Jezus zijn leerlingen vrienden. Toch doet hij dat niet omdat die leerlingen dat verdienden. Jezus weet wie hem gaat verraden. Jezus voorspelt de verloochening van Petrus. In diezelfde reden waarin wij dit stukje evangelie hoorden bij het laatste avondmaal. Hij weet dat ze hem allemaal in de steek zullen laten. En toch noemt hij hen vrienden. Niet omdat ze het verdiend hebben. Maar omdat hij hen bemint. En hij zegt dan het volgende. Ik heb u alles meegedeeld omdat ik jullie mijn vrienden laat zijn, wat ik van de Vader heb gehoord. Maar wat heeft hij dan van de Vader gehoord? Wat heeft hij gezegd? Wel, dat is waar we iedere dag opnieuw naar luisteren. Dat staat in het evangelie. Dat is wat Jezus heeft verteld, wat hij heeft gedaan. In woord en daad spreekt hij over wat hij van de Vader heeft gehoord. En eigenlijk is dat ene, dat God barmhartig op ons neerziet. Dat is de reden waarom het woord vlees is geworden, waarom is Jezus geboren, om in onze duisternis te komen en ons uit die duisternis te trekken. Dat is wat Jezus doet als hij langs het tolhuis loopt en daar één keer Levi en de andere keer Zacchaeus vanuit een boom, ook een tollenaar, roept, omdat hij ziet dat ze vastzitten aan dat geld, ja, uiteindelijk aan de dood. Het is Jezus die medelijden heeft, barmhartig is en zich een vriend voor ons toont. Een vriend die alles voor ons geeft. Niet omdat die ander dat verdiend heeft, maar omdat Jezus hart het hem dat ingeeft. En dan vraagt hij dus, kort voordat hij gaat sterven, dit is mijn gebod dat gij elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Wij vinden het fijn om vrienden te hebben. Maar wie zijn je vrienden? Zijn vaak niet de vrienden, diegenen die we uitkiezen, diegenen die eigenlijk, ja, die te vertrouwen zijn, mensen die niet egoïstisch zijn, mensen die wij mogen omwille van de karaktereigenschappen of om iets anders wat ze hebben of kunnen. Is het niet zo dat wij mensen, vrienden laten worden van ons, mensen die eigenlijk een vriend zijn voor ons? Maar hoe komt het dat sommige mensen zoveel vrienden hebben? Ik denk dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat mensen, Paus Franciscus of een moeder Teresa van Calcutta, het zijn mensen met heel veel vrienden. Waarom? Omdat zij een vriend zijn voor anderen, voordat die anderen vriend zijn van hen. Waarom heeft Jezus zoveel vrienden op deze aarde? Omdat hij een vriend is voor ons, terwijl wij nog zijn vijanden zijn. God heeft ons het eerst lief gehad, wordt er gezegd. Hij heeft ons bemind toen wij nog zondaars waren. Toen we hem aan het kruis sloegen. Toen heeft hij ons bemind. En dan zegt hij, ik noem jullie vrienden. Een vriend die hem aan het kruis slaat? Ja. Een vriend die hem verraadt? Een dienaar die hem in de steek laat, hij noemt hem vriend. En nu zegt Jezus tegen ons, zoals ik die ander bemin, zoals ik jullie heb voorgedaan,
Zo moeten jullie ook doen. En we zien het in het leven van echte christenen, in het leven van de heiligen. De ander beminnen. Ook als die ander je aan het kruis slaat. Een vriend zijn voor die ander. Dan volg je Jezus. Maar kunnen wij dat? Daartoe hebben wij Jezus nodig. Daartoe zullen wij zijn vriendschap mogen ontvangen. Ja, een liefde die in de Heilige Geest in ons binnentreedt. Waardoor Hij in ons kan leven. Zonder Hem kunnen wij niets. Los van mij kunt gij niets, hoorden wij Jezus afgelopen zondag zeggen. Maar laten wij verbonden zijn met Hem, dan zullen wij dat grote gebod van de liefde kunnen volbrengen.